In Nijmegen werd vandaag stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog op de militaire begraafplaats Jonkerbos. Op deze begraafplaats liggen ruim 1600 Commonwealth-soldaten begraven. Die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De herdenking vandaag stond in het teken van soldaten die in en rond Nijmegen zijn omgekomen vanaf september 1944. Op de militaire begraafplaats Jonkerbos werd vandaag stilgestaan bij 80 jaar Market Garden. Voor het eerst was zowel Amerika als Engeland vertegenwoordigd bij deze herdenking. Voor burgemeester Bruls een speciaal moment. Ze zijn natuurlijk vooral soldaten van de Britten, hè, Commonwealth begraven. En die worden ook speciaal herdacht. Maar ik vind zelf het mooie, dat is echt uniek, nog niet eerder voorkomen, dat het een herdenking wordt met en Amerikaanse en Britse vertegenwoordigers. Die ook allebei deelnemen door militaire aanwezigheid en ook de vertegenwoordiger, de ambassadeurs. Zelfs na 80 jaar staat Nijmegen nog steeds groot stil bij wat er in 1944 hier is gebeurd. Wij proberen te tonen dat we niet zullen vergeten, dat we het belangrijk vinden om te blijven denken hoe we 80 jaar geleden bevrijd zijn en hoe de oorlog zoveel verwoesting heeft aangericht, maar ook dankbaarheid voor hen die gevallen zijn. En het is ook altijd mooi om te zien hoe ze met grote delegaties in september naar Nijmegen en natuurlijk ook andere plaatsen komen. Dus ik vind het altijd zeer eervol en ook heel erg mooi dat we dat zo samen kunnen doen. En dat moet ons allemaal ook hoop geven in een wereld waar natuurlijk van alles aan de hand is. Op de Canadese begraafplaats in Groesbeek zorgt Stichting Faces to Graves ervoor dat alle graven een gezicht krijgen. Met deze actie hebben zij de vrijwilligers van begraafplaats Jonkerbos geïnspireerd om hetzelfde te doen. De portretten laten zien wie er voor onze vrijheid heeft gevochten. Ja, het moeilijke is dat men zegt ze hebben hun leven gegeven, maar hun leven werd hun afgepakt. Omdat ze beschoten werden of in een ander gevecht terechtkwamen. Dus waren dat ook jonge jongens die in dienst gingen en moesten. Dat maakt het zeker veel persoonlijker. Je kunt ook via een QR-code dan wat informatie opzoeken. Dat geeft die grafstenen, die ik op zich toch al heel mooi vind in hun eenvoud, nog wat extra cachet. Als je nu het gezicht bij het graf ziet staan, dan krijg je een indruk welke leeftijd die jonge mensen hadden die het leven voor ons opgeofferd hebben.